hier is het iedere week moord en doodslag. Hier met die Portugezen? Ja, dit is echt verschrikkelijk. Dus wat dat betreft heb je wel de goede opleiding hier. Dit is de beste school, beste leerschool. Ja, ja, zonder meer. Voor het betere beuken en schaven en schoppen, dan moet je in Portugal hier zijn. Hebben, hier hebben ze sport voor gemaakt en als de scheidsrechter niet kijkt, elkaar flikker te schoppen, ze smol te slaan. Dat doen ze hier. Dat doen ze hier heel graag en vaak. Ja, want we hebben wel een beetje dat nodig. Een beetje het schaven hebben we nodig. Dat ben je van verzekerd bij mij. Ja. Daar ben je van verzekerd. Juist, want dat missen we een beetje in Nederland zelf al. We hebben een heleboel goede voetballers. Maar een beetje van die figuren die even klets, die beuk erin gooien. Nou, dat is bij mij het goede adres, denk ik. Luister, het is wel jouw taak dat jij die Koeman een beetje uit de wind gaat houden. Nou, dat vind ik een goede deal. Dat vind ik een hele goede deal. Maar ik weet niet of de bondscoach er ook zo over denkt. Ja, dat is zeker. Ik bedoel, Dick weet hier al lang van. De bedoeling is dat het hele gebied om Koeman heen... daar mag gewoon niemand komen. Alles wat mee in de buurt komt... dat moet al een nokkie hebben. Nou, dan zal ik kan jij daarvoor zorgen? Dat kan ik verzorgen. En elke bal die je krijgt? Inleveren. Inleveren bij Ronald. Kan ook. Maar er moet wel een concessie worden gedaan. Zeker ook door de aanstaande mevrouw Valks. Op 17 juni was namelijk het huwelijk gepland dat, althans op die datum, door die wereldkampioenschappen op losse schroeven komt te staan. Alles was geregeld, ja. De kaarten zijn al allemaal de deur uit. De trouwkaarten zijn de deur uit? Mag ik hem even zien dan, die trouwkaart? Ja, mag ik zien. I've got lonely lips. On account of a broken heart, on account of a dream that fell apart, on account of I tried to play it smart. I've got lonely lips, on account of my flirty eyes, on account of I tore my... Even kijken, hier hebben we de trouwkaart. Kijk even mee. Stan Valks en Sylvia Zwerts gaan trouwen op 17 juni. Om 2:30 in het Weerderhuis in Valkenswaard. Nou, dat gaat dus niet door. Dat gaat dus niet door. De kerkelijke inzegening is om 3:00 in de Sint-Nicolaaskerk in Valkenswaard. Dat gaat ook niet door. Dus jullie gaan niet trouwen. Nee. Andere datum. 17 juni begint de WK, dus dan kan er niet getrouwd worden. Nou, ik denk niet dat ze de WK uit zullen stellen voor ons huwelijk. Dus. Nee, dat denk ik ook niet. Dat heb je goed gezien staan. Dus er wordt niet getrouwd. Dan moeten wij ons denk ik maar aanpassen.